meegemaakt dat er 's avonds op de achterdeur werd gebonst. Hoofdmachen, hoofdmachen. En toen kwamen ze dus binnen. En toen ben ik naar het dak gevlucht. Ik was inmiddels, had ik al moeten deelnemen aan de arbeidseinsatz, want ik was 16 geweest. Maar ik moest dus zorgen dat ik niet gepakt werd. Ik ben naar het dak gevlucht. En verdomd, ik ben achter een schoorsteen gaan zitten. Maar die Duitsers, die waren nu het hele huis aan het omsingelen. Die hebben gehoord dat ik op dat dak zat. En die hebben mij dus naar beneden gehaald. En hier op de zolder hebben ze me ondervraagd met een pistool op de keel. Hè? Van, jij weet waar je zwager zit, dat moet je nu zeggen. Als je dat niet zegt, dan schieten we je dood als je liegt. En toen zei ik, schiet me dan maar dood, want ik weet het echt niet. Dat is de beste leugen van mijn hele leven geweest. En dat hebben ze geaccepteerd. Toen hebben ze dus mijn vader nog ondervraagd. En die twee kinderen. Wo is dein papa? Wo is dein papa? Maar ze kregen dus nul op het rekest. En zijn toen het huis door gaan zoeken. Hebben een radio gevonden en koperwerk. Ik ben nog even langs die radio gelopen en heb aan de knop gedraaid. Want die radio stond op de Engelse zender natuurlijk. In 1940, in het najaar, ik zat toen op de HBS in de tweede klas, werd een Joodse lerares ontslagen. Juffrouw Dr. Heijmans. Dat was dus voor ons wel een akelig iets. We moesten ook uit de literatuur boeken moesten we de Joodse namen knippen. Ja, waardoor ze extra in de aandacht kwamen natuurlijk. Maar goed, maar er zijn natuurlijk daarna, en dat is toch min of meer buiten mij omgegaan, die mensen zijn opgepakt. Er is een klasgenootje van mij van de lagere school, is er vergast in Auschwitz. Een aardig meisje. En ik heb daar altijd nog, als ik op het Joodse kerkhof kom en ik zie al die namen, dan word ik altijd nog ontroerd eigenlijk, doordat er zoveel mensen op zo'n verschrikkelijke wijze zijn weggevoerd. Dat was er nog een bepaald kantelpunt voor u? Het belangrijkste kantelpunt was de invasie op 6 juni 1944. En toen had het land het idee, we zijn nu binnenkort bevrijd. Dus de vlaggen werden eruit gehaald en er ontstond een juichstemming. De NSB'ers en vele Duitsers die gingen op de loop, die gingen naar Duitsland. Mussert kwam van Utrecht naar Almelo. Die ging in de Bellinghof aan de kant van Duitsland wonen. Dat heette een dolle dinsdag. Dat was echt een heel bijzondere dag waarbij we dachten, we zijn binnenkort bevrijd. Kunt u iets vertellen over de bevrijding in Almelo? Ik hoorde toen hier achter het huis kogels door de perenbomen fluiten. Daar was ik wel een beetje bang van, eerlijk gezegd. En verdomd, toen kwamen geweldige klappen. Toen hadden ze die bruggen over de Lolé opgeblazen. Die grote ruiten overal die sprongen. De glaasjes die kwamen uit het dressoir naar buiten. Dus het was herrie van je welste. En toen kwamen om de hoek hier van de Hofkampstraat, kwamen die Canadese tanks. Nou, we waren heel uitbundig blij natuurlijk. Mijn vader die liep weer het huis in, die haalde naar de laatste worst die we hadden en die smeet die naar de commandant van de tank. Die zat daar niet op te wachten, denk ik. Maar om iets te doen. En ik leep mee, ik holde mee met die tanks richting de Lolébrug. Maar die was opgeblazen en daarom hebben ze toen, zijn ze Schokland ingereden. Daar kreeg de tankcommandant een kogel uit het wagenbouw. Toen hebben ze het wagenbouw kapotgeschoten en de eerste huizen van de Wierdense straat. En toen werd het mij toch wel een beetje te link om daar te gaan kijken terwijl ze daar aan het schieten waren. Hoe kunt u het beste de sfeer meteen na de bevrijding in Almelo typeren? Nou, die was heel enthousiast. We waren heel erg blij en ook overtuigd dat het allemaal weer goed zou gaan met Nederland.